Mocht je nog op zoek zijn naar een bestemming voor de zomervakantie of gewoon een weekendje weg, zoek niet verder, ga naar Friesland. Het is een onontdekte bestemming die garant staat voor een geweldige vakantie met spectaculaire landschappen van de Waddenzee en een prachtige gastvrije hoofdstad. Nou, dat zeg ik niet, dat zegt de Lonely Planet. Je weet wel, die reisgids die echt iedereen gebruikt die per se geen andere toerist wil tegenkomen. Op zoek naar, zoals ze zelf zeggen, verborgen parels op het continent en alternatieve steden trips voor cultuurliefhebbers staat Friesland op plek nummer 3 in Europa. Op 1 staat de regio Emilia-Romagna in Noord-Italië, met daarin de steden als Parma en Bologna. Daar heb je prachtige landschappen, prachtige cultuur en vooral heel erg lekker eten. Bestemming nummer 2 is Cantabrië. Dat ligt in Noord-Spanje. Dat komt dan door de combinatie van dit soort prachtige stranden. En de cultuur, en ook daar kun je het trouwens heerlijk eten. En op 3 dus Friesland. Nou, Mocht je denken dat je hier in een reisprogramma beland bent, eh, geen zorgen. Dit is RTL Z. We bekijken het natuurlijk altijd van de economische kant. En dan is de conclusie dat het Friese toerisme ook best wel een opkikkertje kan gebruiken. We focussen even op de buitenlandse toeristen. Want ja, die lezen deze Lonely Planet. Vorig jaar kwamen er 315.000 buitenlandse toeristen naar Friesland. Dat is een Lichte daling ten opzichte van het jaar daarvoor, maar wel meer dan de jaren daarvoor. Maar de rest van Nederland deed het een stuk beter. Daar groeide het aantal buitenlandse toeristen een stuk sneller, zoals je ziet. Met andere woorden, het marktaandeel van Friesland in het buitenlandse toerisme is gedaald. In 2014 ging van alle buitenlandse bezoekers aan Nederland nog ruim 2,1% naar Friesland. Inmiddels is dat in 2017 gedaald naar 1,76%. Friesland raakt dus uit de mode. Bovendien is Friesland wel erg afhankelijk van één land. Drie van de vier buitenlandse toeristen die Friesland bezoekt, is een Duitser. Zo'n 10% procent komt uit België en dan loopt er ook nog eens een keer een verdwaalde Brit of Amerikaan rond. Maar Aziaten bijvoorbeeld, die zie je er nauwelijks. Er valt dus nog voor Friesland een wereld te winnen. En. Meer buitenlandse toeristen kan Friesland ook goed gebruiken. Qua werkloosheid staat Friesland op plek 4 van alle Nederlandse provincies, na Groningen, Flevoland en Zuid-Holland. Werkloosheid is 4,7 procent. Dat is niet heel dramatisch, maar wel weer hoger dan het gemiddelde in Nederland. En de werkgelegenheid in de toerisme sector is ook al jaren niet meer toegenomen in Friesland. Zo'n 19.000 Friesen werken in het toerisme. En het aantal is de afgelopen jaren niet meer toegenomen. Sterker nog, het zijn er een kleine duizend minder dan in 2008. Goed, dat zijn de kille cijfers. Maar het gaat natuurlijk hierom. Hè. Deze prachtige plaatjes die je ziet, net van Sneek. Dit is Schiermonnikoog, de afsluitdijk met de oneindige uitzichten. Harlingen. Zie je hier Friese paarden die in de wei rijden natuurlijk altijd een mooi gezicht. de Meren met de natuur, de vogels, het Wad met de Friese Waddeneilanden en Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa dit jaar. De cijfers tonen aan dat Friesland best wat meer toeristen kan gebruiken. Als je deze plaatjes zo ziet, kunnen toeristen ook best wat meer Friesland gebruiken.